Een nieuwe televisie of een nieuwe beamer? Welke moet je kiezen? Als je een muurvullend beeld wil van meer dan 100 inch, dan is de keuze gauw gemaakt. Maar hou wel rekening met het volgende. Omgevingslicht heeft veel invloed op de beeldkwaliteit van een beamer. Dus verduister de kamer of kijk vooral 's avonds. En let erop dat je bij een beamer ook een scherm nodig hebt. En speakers, want die in een beamer zitten, die zijn niet zo krachtig. Hallo? En wil je Netflixen? Kies dan een beamer met een smart platform of sluit er een Chromecast op aan. Maar wil je de mooiste kleuren en de hoogste helderheid, oftewel de beste beeldkwaliteit, ga dan voor een televisie. Mijn advies? Een beamer voor in een totaal verduisterde kamer, dedicated om lekker films te kijken met een mooie soundbar eronder. Of een televisie in je woonkamer en daarnaast een portable beamer die je snel overal opstelt en koppel hem dan naar je Bluetooth koptelefoon of Bluetooth speaker. Meer beeld- en geluidvideo's? Abonneer op ons kanaal.